Ja, voorzitter, de racistische beerput die is weer opengetrokken naar aanleiding van het interview van deze minister. Wat er net gedaan is hier in dit huis, letterlijk gezegd, Marokkanen laten zien dat ze overal lak aan hebben. Een tweet van een partij in dit huis. Hij staat hier. Laag opgeleide Afrikanen hebben hier niets te zoeken in Nederland. En het wordt niet eens weersproken. Meneer Van Baan, voorzitter, deelt de minister dat dit onversneden racisme is, onversneden xenofobie, en dat dat de discussie over migratie vervuilt. En dat we daar wat aan moeten doen en dat we dat moeten weerspreken, omdat het gevaarlijk is. De minister. Voorzitter, ik denk dat we echt een onderscheid moeten maken tussen arbeidsmigratie van buiten de EU, waar dat viesje over gaat, en arbeidsmigratie binnen de EU. En zoals de heer Van Baarle weet, op het moment dat je een samenleving wilt bouwen zich bij elkaar thuis voelt, dan moet je er ook voor zorgen dat mensen die op zoek zijn naar een baan gelijke kansen krijgen. Dat mensen die een baan hebben, in die baan gelijke kansen hebben. Mensen die hun baan verliezen en op zoek gaan naar een nieuwe baan, weer die gelijke kansen hebben. En dat betekent dus ook dat je als werkgever moet zorgen dat je mensen beoordeelt op wat ze kunnen en niet op hun postcode, huiskleur of leeftijd. Want ook dat is aan de hand leeftijdsdiscriminatie. Dus we moeten gewoon zorgen, zeker in tijden van krapte, dat we iedereen alle kansen geven. Die verantwoordelijkheid hebben we ten opzichte van die mensen die baan zoeken. En die verantwoordelijkheid hebben we als maatschappij. De heer Van Baarle. Ja, voorzitter, ik zou graag willen, want ik deel met deze minister haar motivatie om wat te doen tegen discriminatie. Maar ik zou graag willen dat de regering stellige afstand neemt van de xenofobe drek die naar aanleiding van het interview naar buiten is geworpen. Uitspraken is: Marokkanen hebben overal lak aan. Dat is net letterlijk gezegd. We hebben heel veel Marokkaanse Nederlanders in dit land en die verdienen een regering die daar stellig afstand van neemt. Ik neem in ieder geval afstand van dat soort xenofobe drek die net in dit huis is geuit, en dat zal ik altijd blijven doen. De minister.